Het is begin september als de camera een reegeit registreert die aan het fourageren is. Ze heeft niets in de gaten, maar is wel uiterst waakzaam. Een jonge putter bedelt bij een ouder, maar die vindt dat hij beter maar op eigen pootjes moet gaan staan. Een zwartkop vangt wat muggen in de vlierbes. Het bos verandert nu de herfst zijn intrede doet. Een reebok graast aan de buitenzijde van het bos. In de zomer komt deze pas 's avonds laat of 's morgens vroeg om te grazen. Een goudhaantje en een boomkruiper tonen zich van hun mooiste kant in het herfstzonnetje. Een buizerd poetst de veren na een regenbui. En de grote bonte specht verraadt zich met zijn geroep. Half september laat de reebok zich opnieuw zien. Hij houdt zijn omgeving scherp in de gaten. En als hij de camera al ziet, dan gedoogt hij hem. De buizerd houdt het allemaal in de gaten. Eind september krijgen we dezelfde reebok als die van een maand geleden weer in beeld. Het dier ligt rustig te herkauwen in het groen. Een heidelibel warmt zich aan de nog resterende zonnestralen, begin oktober. De kleuren in het bos worden dieper en besseneters zoals de koperwiek en de merel doen zich te goed zolang dat nog kan. De blauwe reiger verzorgt zich voor hij een rustplek zoekt. Het malle bos is in de herfst een eldorado voor paddenstoelenliefhebbers. Het winterkoninkje protesteert vanuit de onderbegroeiing. Een putter pikt zaadjes uit de elzenpropjes. Eind januari graast er aan de buitenkant van het bos een nog jonge bok, bij wie een eerste gewei zichtbaar wordt. We zijn best wel benieuwd wat voor lekkers er te vinden is voor de pimpelmees. De grote zilverreiger houdt het voor gezien en gaat een eind verderop op jacht. Met succes, zo te zien. Eind februari komt er een ijsvogel boven de sloot naast het ruiterpad zitten.
Brandganzen verblijven in de wei achter het bos, omdat ze daar volop kunnen grazen. Een torenvalk zoekt een hoog plekje als uitkijkpost. Een koolmees neemt een bad in het nog koude water. De reeënpopulatie is in de winter het grootst in het Mallebos, omdat er voldoende schuilgelegenheid is en voldoende voedsel te vinden is. Half maart zijn de eerste tekenen van de lente zichtbaar. De bok heeft bij de hals nog een wintervacht. Een roodkopvuurkever poetst zich in het voorjaarszonnetje. Half april krijgen we dan eindelijk een zingende zwartkop te zien. Op een warme dag, begin mei, ligt de bok uitgebreid te herkauwen in het gras, geplaagd door vliegen en parasieten. De man met de twee honden is jager en heeft zijn honden speciaal voor de jacht getraind. Zonder een bevel blijven ze rustig op hun plaats. Dat heb ik bij andere baasjes wel eens anders gezien. Het Mallebos is nu geheel in lentesferen. Vlinders zoals het landkaartje, het oranje tipje, de geoogde bandspannen en de gehakkelde aurelia zijn nu te bewonderen. In juni stuiten we verrast op een bunzing. Jammer dat hij de camera als eerste ontdekt en er vandoor gaat. Het Mallebos is voor de reeën een prima schuilgelegenheid en vooral een leuk gebied omdat het makkelijk te bereiken is en er altijd wel iets te filmen valt.